Wat studeer jij precies? Wat studeert nog, hè, geloof ik? Ja, ik heb net taal- en letterkunde gedaan, Engels-Nederlands, en ik doe nu een master MPC. Zeg, maar heb je ook niet meegedaan met Amica, met dat paard? Nee, wel een spring. Zie je? Ik herken je vandaag, ja. Oh, heb jij een spring meegedaan? Nee, ja, ik dacht dat er een mop gemaakt was. Ah, nee, toch heel klein. Nee, maar de... Nee, maar met dat paard, dan had jij zo de vriend... Nee? Het was hem niet. Nee. Hij lijkt erop. Hij lijkt keigoed op. Ja. Moet ik eens zoeken, Amica, ja, maar ik denk dat ik weet wie Google. Dat je bedoelt. Ja. Zeggen ze dat meer? Ik vind dat nou niet echt een compliment. Ah, nee. Wat troost u? Er zijn ergere dingen in het leven. Zo, goed, hè? Ja. Ik word dikwijls erkend als... Als wie? Kurt Rogiers. Ja. Nee, dat is een compliment, hoor. Ja. Doe je vrouw zeker. Ja. Dina, wat denk jij van een nieuwe tegenstander? Hij heeft taal en letteren of zo gestudeerd. Ja, dus dat is toch al wel iets. Hè. Dus dan denk ik van... En ook alles zit er nog zo, als je jong bent, nog heel fris in. Van het middelbaar en zo, niet? Goh. Van zo... Ik weet niet. Hij is geen 14, hè, Dina. Mooi kostuum ook, James. Dank je wel. Ja. Wat is het idee erachter? Ja, ik weet niet. Wat is het idee achter uw kostuum? James, eigenlijk was de bedoeling dat jij zou deelnemen. Eerst heb je nee gezegd, dan ja, dan weer terug. Sorry, Erik. Ik weet het niet. Ik kreeg ineens een enorme schrik. Ja, en dan dacht ik, ik ga het toch doen. Ik ga het doen. Gert zei tegen mij, James, kun je het doen? Ik kan niet aan zo doet dat gewoon. Ja. En toen zei ik tegen mama, ik dacht, ik ga dood zijn. Ik zei, mama, ik ga meten aan het slimste. Ja. En toen zei hij, maar zei ik, zot, ze gaan nu uitlachen. dan heb ik maar weer afgebeld, maar je vond dat enorm mottig. Hè. Ik kom je dan nog een keer voor excuses. Nee. Ja, maar Erik, ik kom je dan nog een keer voor excuses. Nee, natuurlijk wel een week op die fucking boot gaan zitten. Ja. Ja. Wat denken jullie van de kandidaten die er wel zijn vanavond? Mooi. Ja. Ja, echt waar. Ik vind alle drie mooie mensen. Dina vind ik altijd een heel schone vrouw. Dat is een van de weinige vrouwen die mij zou kunnen... Prikkelen. Ja. Maar please? Ik vind... Hallo? Een van de weinige. Jij staat nog altijd op twee. Nee, echt waar. En voor zo net afgekolfd te zijn, zit er geweldig. Echt waar. Ja. Nee, en Thibaut, mooi jongen, hè? Zou je het gevallen zijn zo, als je 40 jaar jong? Als je. Sorry. Met 20. Dan was ik 3. Ja, ze is gewoon vind ik je. Ja, keurig. Je toch? Ja. Ze is schattig. Ja. Maar dat horen mannen niet graag. Ah, ze is stoer. En zij was ook... Was je fan destijds van de roodharige bij Kelly? Oh, dat was die nog niet geboren. Jawel. Ik weet dat. Hij is geen 14, man. Hij is 22. Nee, ja, eigenlijk zit jij ermee groot geworden, eigenlijk. Ja, op de speelplaats deden ze K3 altijd na. Ja. En wat deden ze dan? Ja, dan deden die zo dansjes en dan moesten in de klas gaan zitten. En dan gingen die naar de juffrouw en vroegen die, mogen wij een dansje doen? Ja. Beter dan les, dacht iedereen dan. En dan zaten wij te kijken. Dat was leuk. Amusement, echt. Ja. En waren het mooie kadrietjes? Ja. Ja? Ja. Ja. En wie speelde jij dan? Gert Verhulst? Ik zal de manager spelen. Wist jij het ook, James? Ja. Iets met voetbal heet je toch? Nee. Is dat niet iets met schoenen? Iets met schoenen. Wacht, kom. Nee, dat is Rick Torfs. Als er twijfel is over een bepaald... Dat is Rick Torfs. Rick Torfs. Ja. Nee. Allee, wie is dat? Kerk. Ja. Maar wie is het nu? Wat? Van Looy? Rick van Looy? Ja, maar wie is Rick van Looy? Dat is een van de bekendste coureurs van België geweest. Wist iedereen dat? Ja. Dat zal. Ja, je voelt als er discussie is over de antwoorden, we hebben vandaag een fantastische jury. Nee, dat is echt een heel bekende man. Ja? Ja, echt waar. Keizer van Herentals. Maar ja, gonden ze alle twee ook wel
coureurfans. Ietsje ouder dan ons. Ja. Misschien is dat dan een hele oude mens, hè, ja. De Rick van Looy. Ja, die is ja, in de 70, denk ik. Ja. Nou, dat staat niet op je kaartje, nee, meneer van Looy. Hoi, hoi, de Rick van Looy. En uw auto is tegen... Paniek, paniek. Ja, dat was even aan mijn tand. Nee, Sinterklaas. Wat gaan jullie voor Sinterklaas vragen dit jaar? De rosten van de Kempen. Ken je die lol van de Sinterklaas? Waarom gaat Sinterklaas nu niet graag naar de moskee? Omdat daar te veel schoenen staan. Doe jij zelf ook de boodschappen? Of doet je dan voor charcuterie, ja. Soms. En wat pakte dan van charcuterie? Ik vind zo schelke rosbief met peper en zout altijd wel goed. Ja. Kers. Amerikaan? Wel préparé. De chef. En krabsla, denk ik. Dat is gek, ik eet net hetzelfde. Ik heb dat altijd in mijn ijskast staan. Nee, doen jullie zelf de boodschappen? Of heb je daar personeel voor? Waarom doet u een job, Jan? Dan moest ik zo hard lachen met je reactie op dat filmpje van die Pommelien. Dat dacht hem dat hij echt zwanger was. Yeah. Dat was helemaal in shock. Ah, maar ja, ik dacht dat je dat nu gemist. Dat jij iets daarvan zou missen. Hè? Ja, ik weet het. Ja, maar je hebt ze wel verschillende keren gezien, de boot waarschijnlijk. Pommelien? Ja. Nee, ze zijn één keer geweest. Ah, één keer. Tijdens uw week. Ja, kunnen we. Hebben ja. We dat voor u gedaan, stond in uw contract. Nee, smokkelen jullie soms iets mee van de prijs? Alcohol telt dat al in een bike zit? Nee. Nee, dat niks. Nee, dat niks. Nee. Nou, soms geef ik misschien iets te veel uitleg. Iedereen zit er. Ja. Ik versta ook maar de naald. Hoor jij mij niet goed van? Alsjeblieft. En dan een zwarte kat, vrijdag de 13e, onder een ladder lopen, spiegel breken. Dat zijn allemaal dingen die ongeluk kunnen brengen. Geloof je daarin, Thibaut? Ah, nee, niet echt. Nee. Dina? Nee. Ook niet? Nee, nee, ben ik zo bijgelovig eigenlijk. Voilà. Philippe? Nu ga ik een bekentenis doen. Ja. Voor deze quiz ben ik toch al heel een tijd in dezelfde onderbroek aan het lopen. Dat is niet waar. Nee, zijn jullie bijgelovig? Ik wel. Nee, dat brengt ongeluk. Ja, ja dat is. Nee, wat eten jullie als vier uurtje zo? Voor mij mogen die dinosauruskoeken op levensgoten gemaakt worden. En dat, het beste vier uurtje dat er is. Dat is toch, die dinosauruskoeken zijn zo lekker. En die caramba ook en die olé ook. Ik heb dat ook in mijn kast liggen. En zo Maltesers. Maltesers. Ja, dat zijn hondjes toch? Ja. Allee, van die bruine Maltesers. Zo'n luchtgatje zien zo, ja. Ja, dat is echt zo. Alles naar de gaan. Je had eerst. Karen is het. Nee. Dat wordt smiddags ook uitgezond. Ja. 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 Jij hebt wel veel van aangetrokken. Ja. Krijgen jullie nog veel brieven? Of sturen jullie veel brieven? Amai. Ik heb echt was onlangs weer zo dat je zo de 20ste van de maand alles moet binnen doen. Allee, weet je wel? Ja. Zo bij de kwartaalaangifte. Ja. Ja. Mannen, dat ligt daar dus echt. Ongeopende brieven van 3 maanden, zo hè. Allee, ja. En dat zijn allemaal aanmaningen, allemaal herinneringen, aanmaningen, aangetekende zendingen en al. Omdat ik gewoon te vergeet. Omdat je veel te veel hebt. Nee, omdat ik te lui ben. Omdat ik één nu het sleuteltje van ons brievenbus niet meer vind. Dus dat is ook al een goede excuus, vind ik. Toen niet. Dat is dat een stoem excuus? Nee, maar onze post ligt overal verspreid in heel het huis. En dan denk ik, oh, is dat reclame of is dat wat? En ja, dat stapelt zich op en dan in één keer op het laatste moment. Dus ik krijg heel veel brieven. Maar betaalt ze toch uiteindelijk? Ja, ja, maar veel te laat. Ik betaal altijd Tubo, uiteindelijk. Ja, ja. Met al die interest dat je erbij krijgt. Ja, ja. Kan dat niet? Dat kan ik het niet aan. Nee.
Meen je dat nu echt? Kom jij dan met een ding? Nee, dat is gewoon lui. Gewoon, als je een brief krijgt, open doen, hup, KBC Matiek, tuk, 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 en dat is verkocht. Ik zit bij de ING. Ah, ING Matiek, hè, ja. Dat is kei simpel. Ja. We gaan naar het naam. Oh, nee, oh, dat komt naar kei verkeerd over, natuurlijk. Zijn ze er maar zeker van. Oh, ik betaal ik altijd dubbele. Omdat ik zo lui ben. Welke kaart ga ik pakken? Huh? Kaar is stinkend rijk. Wow. Dat mag ook, hè, zeg, alsjeblieft. 17 jaar in die pakjes. Nee, je komt maandag terug. Joepie. Ja, ja. Jij bent blij? Ben je blij? Ja. Ja, ik vond het echt wel tof. Ja, en zo ontspannen dat je erbij zat. Ja, maar ik had wel heel een tijd een klaffend bek. Ah, zo. Ja, een droge mond, sorry. Een droge mond, ja. Droge mond. Ja, ja, ik kan het verstaan, denk ik. Ja. Hadden jullie het verstaan? Ja, ja, ja. Ook dat kan ik oplossen. Mogelijk is dit de laatste vraag. Wat weet je over dominee Martin Luther King? De rassenhaat, de black power, hij heeft discriminatie in Amerika. Amerikaan, ja. Amerikaan, een Amerikaanse dominee die voor de zwarte opkwam. Ja, voor de burgerrechten, dat moet ik goed rekenen. De burgerrechten en die black power 1964, nee, dat zal niet. Wat moet ik nu doen? Ook de ene seconde laten zakken. Ik weet het niet, jongens. Stop. Ja. My god. Nu ben ik benieuwd naar de antwoorden. Dan gaat de beurt naar Dina. Je hebt nog één seconde. Mm-hmm. I have a dream.